Hoi en welkom bij deze nieuwe video over dit fantastische toeltje MarketSamurai. Mijn naam is Mitchell van Duren van Internet Miljonair en vandaag wil ik je laten zien hoe ik mijn keywords uitzoek met behulp van dit programma. Dus met behulp van MarketSamurai. Nou, ik heb een artikel geschreven en daar behoort dit videootje bij en we gaan een nieuw project openen. Dus een nieuwe niche vinden binnen de gitaarmarkt. Dus ik toets het keyword gitaar in. Ik kies Nederlands als taal en als land. En ik klik op create. Nou, het eerste wat ik doe als ik een keyword heb ingevoerd is vervolgens naar keyword research gaan. En ik ga dus van dit keyword van gitaar ga ik keywords, of laat ik keywords genereren door MarketSamurai. En wat MarketSamurai doet is hij laat in principe alle keywords vanuit de Google Keyword Tool. Dus je zet je MarketSamurai aan de Google Keyword Tool uit je AdWords en vervolgens haalt hij alle keywords op. En dat duurt meestal een tijdje, dus dit gaat ook niet echt al te snel. En in principe wat MarketSamurai hier doet is ook niet iets wat je niet kunt doen zonder MarketSamurai. Alleen hetgene wat je vervolgens met die keywords kan doen met behulp van MarketSamurai is iets wat je niet kunt doen door middel van bijvoorbeeld de Google Keyword Tool of iets dergelijks. Dus ik laat hem even uitrazen en dan zie je straks een hele lijst met keywords tevoorschijn komen. Nou, hier is mijn lijstje met keywords. In principe wat ik vaak doe is ik ga direct naar keyword analysis. Wat ik je nog even wilde laten zien is je kunt hier bijvoorbeeld bij positive keywords als je alleen keywords wil zien met waarin bijvoorbeeld het woord gitaar zit en je klikt op update, dan zie je dat hij de 149 weghaalt en nu heb je dus alleen maar keywords met het waar in ieder geval het woord gitaar in zit. Ik haal het weer weg. Vervolgens je kunt ook zelf keywords toevoegen, dus je kunt overal snaren aan toevoegen bijvoorbeeld. Nou goed, dat werkt dus niet op deze manier. negative keywords dan. Ah, als je bijvoorbeeld bij negative keywords het woord snaren intoetst, dan worden er 13 weggehaald. Anyways, ik gebruik dit dus eigenlijk nooit, dat kan je wel zien, want ik ben niet echt heel erg goed hierin. Dus ik ga gewoon doen wat ik altijd doe en dat is naar Keyword Analysis. En dan zie je in principe hier zo die 802 keywords zie je hier zo in deze lijst tevoorschijn komen. Je hebt hier een aantal kolommen. De eerste kolom is SEOT, dus SEO Traffic. En als ik hierop klik dan filtert hij alles op SEO Traffic. En dit getal zeg maar, deze 5081. Zou je kunnen verwachten als je op nummer 1 staat in Google voor het woord gitaar. Zo ook bijvoorbeeld gitaarlessen. Zou je, als je op nummer 1 staat in Google zou je 374 bezoekers alleen van dit keyword gitaarlessen kunnen verwachten. PBR betekent phrase to broad match. En dat betekent dus eigenlijk dat dit is het percentage van van de mensen die exact op deze keyword combinatie zoeken. Dus voor akkoorden gitaar zoekt 16%. En waarschijnlijk zal, de overige 84% zal waarschijnlijk zoeken op gitaar akkoorden. Want dat is in principe een meer logische zoekopdracht. Dus wat ik doe, meestal voor mijn eigen niche selectie, is ik wil de SEO traffic wil ik minimaal
20 hebben. Dus ik wil minimaal 20 bezoekers per dag hebben op het keyword. En de phrase to broad wil ik eigenlijk ook minimaal 20 hebben. En vervolgens wat ik zelf doe is ook nog deze title competition aanzetten. En dat zal ik je zo direct laten zien waarom ik dat doe. Wat ik nu ga doen is, er zijn er inmiddels 754 uitgegaan die niet voldoen aan deze 20-20 regel. Dus minimaal 20 bezoekers per dag op nummer 1 en een minimale phrase to broad match van 20%. Dus ik heb er nog 48 over en deze ga ik analyseren. En die andere, die andere 754 zijn wat mij betreft de moeite niet echt waard. Dus die heeft hij nu daaruit gefilterd. Dus ik laat hem eventjes uitrazen. En dan zie je zo meteen waar Market Samurai mee terugkomt. Nou, wat hij heeft gedaan met het analyseren van de keywords is, hij heeft de kost per klik heeft hij erbij gezocht. Dus wat ongeveer betaald wordt per klik aan Google door de adverteerders. En hij heeft ook de SEOC, dat is de SEO Competition, heeft hij daarbij gezocht. Dus voor het woord gitaar betaalt men ongeveer 86 cent per klik. En er is een competitie van, ja, waar je eigenlijk tegen moet vechten van 9.220.000 sites. En ja, dat is behoorlijk veel. Dus ja, voor het keyword gitaar, daar zal je echt heel erg veel moeite voor moeten doen. Dus wat we eigenlijk zoeken is een lage SEOC. En eigenlijk heb ik hem het liefste bijvoorbeeld lager als 50.000 geïndexeerde pagina's in Google voor dat zoekopdracht. Dus dat kunnen we in principe ook aangeven. SEOC max, nou ik doe nu 60.000 en kijken wat er van overblijft. Dan blijven nog 27 actieve keywords over. En even kijken hoor. Dan zoeken we eigenlijk een keyword met een zo hoog mogelijk phrase to broad match. Dus de mate waarin mensen precies dit exacte gitaar leren spelen keyword gebruiken in Google. En bijvoorbeeld gitaar leren spelen, zie je eigenlijk dat 81% van de mensen dat op deze manier zoekt. Dus dat is hartstikke netjes. En in principe zijn er natuurlijk 112 zoekopdrachten ook heel erg goed. Er is een competitie van 27.000 pagina's. Dat is te doen, maar dit is wel vrij pittig. En ik zal hier bij die SEOTC, dat is de title competition, die zal ik eens opvragen voor dit keyword. En die is 6810. Dus dat betekent dat van deze 47.500 sites die over gitaar leren spelen gaan, dat daar 6810 sites deze keywords in hun titel hebben. Dus in principe wil je dit zo laag mogelijk hebben, omdat het dan betekent dat heel erg weinig sites deze keywords in hun titel hebben zitten. En een titel is natuurlijk een hele erg belangrijke factor om hoog te ranken in de zoekmachines. Dus in principe, ja, gitaar leren spelen is een hele goede niche, maar best wel een vrij moeilijke. Ga je bijvoorbeeld kijken naar bijvoorbeeld gitaarnoten, dan zie je dat de phrase to broad met 36% is iets wat aan de lage kant, maar er is maar 12.300 competitie in. Bijvoorbeeld, en hier zie je bijvoorbeeld gitaar te koop, 30% phrase to broad, maar wel 75 zoekopdrachten en ook een kost per klik van 1,34. Laten we deze eens checken. Ja, nou ja, goed, dat is eigenlijk niet te doen. Dus 1 miljoen pagina's die in de titel gitaar te koop hebben. En dat zal waarschijnlijk wel door marktplaatsachtige websites zijn. Dus het is eigenlijk ook vrij moeilijk te doen. Bijvoorbeeld hier, even kijken hoor, gitaarnoten. Even kijken hoor, laten we die eens checken.
3000. Ik heb hem het liefst altijd in principe onder de 5000. Maar gitaarnoten zou in principe wel een aardige niche kunnen zijn. Wat hebben we nog meer? Gitaaronderdelen. Maar die heeft ook niet zo'n hele hoge CPC. Even kijken, want ik wil natuurlijk wel uiteindelijk eentje. Bijvoorbeeld hier, gitaarstemmen online. 55%. 55% Phrase to Bro. Hoe heet het? Phrase to Bro. Maar een hele kleine competitie. Online gitaarstemmen of gitaarstemmen online. Gitaarstemmen online is eigenlijk nog beter, want dat doen mensen, dit toetsen mensen dus echt in Google. 55% van de mensen toetst dit in. En even kijken naar de title. Nou, 43. Dus gitaarstemmen online is in principe een hele goede niche. Best wel een beetje zoekvolume. En wel echt wel weer een lage CPC. Maar goed, anyways. Ik ga deze toch als voorbeeld nemen. Want in principe heb je een niche ook niet 1, 2, 3 gevonden. Dus wat ik doe is, ik klik op dit sleuteltje. En dan zet hij hem hier bovenin als nieuw keyword erboven. En kun je eigenlijk op dit keyword weer, kun je in principe weer nieuw keyword research doen. Maar wat ik dan doe is, ik wil even kijken wat de competitie is voor dit keyword. Dus ik ga naar SEO Competition en ik klik op Generate Results. En vervolgens zie je hier eigenlijk dat in principe dit eigenlijk best wel een aardige niche is. Waar ik naar zoek is zo min mogelijk exacte URL's. Dus deze leergitaarspelen.com, dat is een exacte URL. En voor de rest zijn het allemaal pagina's achter een URL. Dus je ziet hier ook onlinemuziekschool.nl/muziekles/gitaarstemmen.html. En hier popschoolmaastricht/college-gitaarstemmen.php. Weet je, daar is in principe met een exact domeinnaam is daar heel erg goed van te winnen. Dus ja, wat mij in principe nou nog rest is om te kijken of er een domeinnaam beschikbaar is voor dit keyword, dus gitaarstemmen online. Dus wat ik dan doe is, ik ga naar TransIP. En even kijken hoor, wat hebben we? Het is gitaarstemmen online. Dus ik ga gewoon kijken naar gitaarstemmen online. En dan zie je dat de .nl is al bezet. En dan kijk ik meestal nog eventjes of daar al wat op staat. Gitaarstemmenonline.nl. Ja, er gebeurt in principe helemaal niks. Dus ik neem aan dat die site niet online is. Nou, dan zou ik bijvoorbeeld de .com zou ik kunnen kopen. En dat doe ik dan maar. Om deze video nog wat extra lading te geven. Wat ik doe is, ik ben klant. Hop. En ik voltooi. Hop. En dan heb ik in principe gitaarstemmenonline.com heb ik gekocht. Voor mij is domeinen kopen eigenlijk hetzelfde als wat voor vrouwen kleren kopen is. Ik vind het verschrikkelijk verslavend om domeinnamen te kopen. Dus ik raad je deze verslaving niet aan. Maar ze kunnen in principe allemaal, money making domeinen worden. Dan mocht je daar op gitaarstemmenonline.com een aantal goede artikelen schrijven. Ik noem, weet ik veel, een tiental zelfgeschreven artikelen van ongeveer 500 woorden. En je vraagt hier en daar wat linkjes aan. Dan heb je hele grote kans dat je binnen een paar maanden gewoon in de
top 5 van Google staat op dat keyword, op die keywords. En vervolgens daar dus via AdSense of via weet ik veel, eventuele affiliate deals wat geld mee kunt verdienen. Dus tot zover wilde ik eigenlijk gaan met het keyword research, met deze keyword research tool van Market Samurai. Ik gebruik het zelf bijna dagelijks. Ik vind het een hele fijne tool en wellicht kan het van jou ook zeker een hele goede tool zijn. Dus ik zie je graag in een volgende video. Heb je vragen, laat me dan altijd even weten. En alle succes met alles wat je doet. De groetjes, doei doei, tot de volgende keer.